Ik ben Xander Hoose van PCM en we zijn hier op het Canon Pers Event waar ze zojuist de Canon 600D hebben geïntroduceerd. Het is de opvolger van de Canon 500D. Een Canon medewerker zal u zo uitleggen wat er precies nieuw is aan deze camera. Het is een mooie dag vandaag. We hebben vandaag twee nieuwe spiegelreflexen geïntroduceerd. Beide modellen nu uitgerust met Basic Plus. Helemaal geüpdate. Allebei Digic 4 processor, allebei 9-punts autofocus systeem. De 1100D heeft een 12 megapixel sensor aan boord en is echt bedoeld als de eerste spiegelreflex. Als je daarna de opstap maakt naar de 550D krijg je daarbij vooral meer resolutie en een iets hogere snelheid. Stap je daarna door naar de nieuwe 600D krijg je 18 megapixel resolutie. Het Vari-angle scherm zoals ook al op de 60D geplaatst. Flitssturing zoals ook al in de 60D en de 7D. En een aantal creatieve mogelijkheden. De 600D is ook als eerste camera uitgerust met een EOS Intelligent Scene Detection systeem, wat rekening houdt met alle factoren die de camera maar kan waarnemen om de instellingen te optimaliseren. En met deze twee nieuwe camera's is de entry-level line-up van Canon weer helemaal compleet en weer een logisch geheel geworden. De 600D. Ik sta in mijn handen met een van de nieuwste IXUS'en, vandaag geïntroduceerd. Canon heeft vandaag 5 nieuwe camera's geïntroduceerd, 5 nieuwe compacten. Alle uitgerust met een 12 megapixel sensor die deel uitmaakt van het HS-systeem. HS staat voor High Sensitivity en geeft de gebruiker de mogelijkheid met minder licht, zonder statief, mooiere foto's te maken, zonder ruis en zonder bewegingsonscherpte. Eén ding wil ik graag even toelichten, dat is de nieuwe Movie Digest mode. Dat is een stand waarbij je voorafgaand aan het maken van een foto automatisch 4 seconden video vastlegt. Aan het eind van de dag worden die 4 seconden aan elkaar geregen tot één filmpje waar u geluid aan toe kunt voegen. En daarmee heeft u een mooi filmpje van wat u die dag heeft meegemaakt. Gekoppeld aan de memorabele momenten die u gefotografeerd heeft. 5 nieuwe camera's, allemaal 12 megapixel, allemaal high sensitivity systeem. 3 nieuwe XS'en, daaronder van 5 keer zoom tot 4,4 keer zoom. Met een heel lichtsterk objectief voor gebruik onder de meest donkere omstandigheden, zou ik haast durven zeggen. 2 SX-camera's, beide met 14 keer zoom aan boord, waarvan één zelfs met een ingebouwde GPS, zodat u later op Google Maps uw fotootjes weer een plek kunt geven.